Leraren in het basisonderwijs hebben vanochtend een uur lang het werk neergelegd. Met de zogenaamde prikactie, waar landelijk zo'n 90% van de scholen aan deelnam, wil het onderwijzend personeel aandacht vragen voor de hoge werkdruk en de lage salarissen in het basisonderwijs. Een van de scholen waar actie werd gevoerd is de Swaistee in de wijk Leeuwenborg. Cor Postumus is directeur van de school en hij geeft aan dat het probleem complexer is dan alleen salaris en werkdruk. Wat ik het belangrijkste vind is dat het respect voor het beroep onderwijzer, leerkracht afgenomen is de laatste tijd. En dat we erg zitten in een tijd van meten is weten, afrekenen, wantrouwen, verantwoorden. Terwijl je zo graag zou willen dat de leerkracht de gewaardeerde professional is die echt wel weet hoe onderwijs in elkaar steekt en die het beste met de kinderen voor heeft. Mike Dekker is al ruim 20 jaar leraar, waarbij hij de laatste jaren op de Swaistee werkt. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is, met name omdat wij eigenlijk altijd maar gewoon meegaan met alles. En met ouders, met kinderen, wat wij het belangrijkste vinden. En op dit moment is het eigenlijk heel belangrijk om het duidelijk een punt te maken van... wij willen nu gewoon laten zien dat het echt menens is. 23 jaar lang docent zijn geweest. Niet altijd leuk geweest, want u bent ook 2 keer bezweken onder de druk, geloof ik, hè? Ja, 2 keer heb ik een burn-out gehad. En nou, dat zijn geen fijne dingen. En op school is hier heel goed... mijn directie heeft dat heel goed opgevangen, met bestuur ook. Waardoor ik nu nog steeds functioneer en waardoor ik nog steeds met ontzettend veel plezier mijn werk doe. Want... geloof mij, het is het allerleukste werk wat er is. Dat is absoluut waar. Ik heb veel banen gehad, maar dit is echt het allerleukste. Ook op de Jozef Haydenschool in de wijk Helpman werd vandaag actie gevoerd. De docenten op deze school werden verrast met een rode loper, neergelegd door de ouders, die daarmee aangeven de actie te steunen. Ja, ik denk echt dat dat zo is. We hebben ze daar natuurlijk niet allemaal persoonlijk op bevraagd. Maar wat we aan geluiden horen, merken we dat zij ook inderdaad zien dat het een fikse job is, zeg maar, hè, die leerkrachten hebben. Wie wilde bij de zandtafel? Wij werken super hard voor de toekomst. Dit zijn onze, de kinderen die het straks gaan maken voor ons. En ja, daar investeren wij heel veel tijd en energie in. Dus wij vinden eigenlijk wel dat het terecht is dat daar wat meer aandacht voor komt. Voor de salarissen en de werkdruk. Dat we nog meer tijd kunnen besteden aan de kinderen. Het is nog nooit eerder vertoond, zeg maar, dat 90% van de scholen meedoen aan dezelfde actie. Het zijn en leerkrachten en schoolleiders en besturen en de werkgeversorganisaties die hier samen achter staan. Dat is echt uniek. Terug naar de Swaistee, waar de leraren de actie aangegrepen hebben om met elkaar in gesprek te gaan over hoe het onderwijs beter ingericht kan worden. Een van de aanwezigen is Jasper IJsers, die leraar in opleiding is. Ik heb wel gemerkt tijdens mijn stages dat docenten het echt wel drukker hebben. Ze krijgen heel veel administratie. En dat heb ik ook wel gehoord van veel collega's. Dat ze, ja, ze zijn toch wel langer bezig met bepaalde zaken. Het nahandelen van formulieren invullen, ja, lessen bedenken. En ik heb ook wel gemerkt dat ze soms dingen willen doen, maar er eigenlijk geen tijd hebben om de diepte er verder mee in te gaan. Ja, dat is zonde. Feit is dat men afhankelijk is van de formatieonderhandelingen die in Den Haag gaande zijn. Voor informateur Gerrit Salm hebben de leraren in ieder geval een duidelijke boodschap. Investeren in onderwijs. Daarin ben ik echt een, nou goed, mag ik hier wel zeggen, een D66-man. Maar doe dat nu eens echt. Nou, om even alles goed te bekijken in het onderwijs. En niet alleen het salaris en de werkdruk, maar ook in de toekomst kijken. Dat we binnenkort heel weinig docenten, leraren hebben, zeker in het basisonderwijs. En veel te weinig mannen. Mocht de actie van vandaag geen zoden aan de dijk zetten, dan worden vervolgacties niet uitgesloten.